Hoppakee. Deur gedicht. Ben je klaar voor? Ik ben er klaar voor. Nou, dan ben ik het ook. Alright, welkom bij de eerste elektrisch vliegende podcast. Een podcast die wordt opgenomen vanuit de cockpit van de Velis Electro. Het eerste elektrische vliegtuig wat wereldwijd gecertificeerd is. Ik doe dat met mensen die enthousiast zijn en dagelijks werkzaam zijn in het elektrisch vliegen. En deze keer is dat met Nico Gielen van Transavia Ventures. Super leuk dat je er bent, Nico. Nou, zeker leuk. Het is super spannend om weer te gaan vliegen. Het is je tweede keer? Dus... Het is mijn tweede keer, ja. De eerste keer was met mijn zoon. Dat is denk ik een maand geleden. Zoon van 22. We gaan gewoon een lekker stukje vliegen. Ik ga je wat vragen stellen. En volgens mij gaat de rest allemaal vanzelf. Oké. Nou, zin in. Goed zo, ik ook. Mensen kennen Transavia natuurlijk van de vakantie, denk ik. Dat mag ik hopen. maar Transavia Ventures misschien niet. Dus misschien een korte introductie, dan ga ik gewoon de run-up doen. Ja, Transavia Ventures is een investeringstak van Transavia. Is in 2019 begonnen, net voor corona. Toen hebben we een aantal travel startups geïnvesteerd. Toen hebben we tijdens corona, toen dat allemaal een beetje stil lag, eigenlijk gekeken van ja, wat gaan we hier nou mee doen? En we hebben één grote uitdaging in de luchtvaart en dat is hem duurzamer maken. En dat doen we op de korte termijn, maar dat willen we ook op de langere termijn doen. En dan kijken van wat voor initiatieven zijn daar in de markt die we kunnen helpen. Kijk, welk interview kan je nou doen met een run-up vol motor aan en dat je elkaar nog verstaat? Ja, nou ja, dat is echt geweldig. Dus, goeie introductie. Ben je klaar voor? Ik ben er klaar voor. Daar gaan we, jongens. Gassen. Go. Ah. Prachtige dag, hebben we uitgezocht. Ja. Leuk man, het is je experimentje, podcast in de lucht. Is er een beetje ruimte bij Transavia eigenlijk voor experimentjes? Nou ja, zeker. Daar werken we graag mee. En zo staan we ook wel een beetje bekend in de luchtvaart. We zijn natuurlijk iets kleiner dan onze grote moeder KLM. Dus de lijnen zijn wat korter. En dat geeft ook mogelijkheden om te experimenteren, om pilots te doen, om meer met innovatie bezig te zijn. Alright. En mag er ook een keer iets mislukken? Dat hoort bij een experiment, hè. Dus, we gaan het niet over alle failures hebben. We gaan het vandaag over de succes hebben. Laten we het over succes hebben. Ja, ik vind het wel leuk. Nou ja, kijk, het is je tweede elektrische vlucht. Je bent veel met elektrisch vliegen bezig. Kan je in het kort een beetje uitleggen wat jij nou verwacht van elektrisch vliegen voor Transavia en ook vooral voor de passagiers? Ja, dat is een goede vraag. Want we kennen Transavia van de hele grote vliegtuigen. En dat is elektrisch vliegen voorlopig nog niet. Dus er is altijd heel veel gedachten over van wat moeten we daar nou eigenlijk mee. Ja. En dat is echt onze insteek. Het is een nieuwe vorm van mobiliteit. Het gaat niet wat er nu is vervangen. Het gaat echt iets toevoegen. En dat is de grote uitdaging waar wij naar kijken. Van hey, hoe kunnen we nou met die kleine... vliegtuigen, hè, we praten over 9 zitters of 19 zitters over 5 jaar. Wat gaat dat nou betekenen voor onze klanten? Ja, dan denken we natuurlijk als eerste, waar brengen wij onze klanten naartoe? Nou, dat is vooral op vakantie vluchten. Hè. Naar de Middellandse Zee is natuurlijk Spanje, Griekenland zijn onze landen. Nou, daar stikt het van de eilanden. Nou, als er één gebied voor elektrisch vliegen interessant is, dan is dat natuurlijk zo'n gebied. Hoe kun je tussen die eilanden je makkelijker vervoeren, hoe kun je duurzamer vervoeren? Ja, dat kan met elektrisch vliegen. Okay. Dus daar zien wij echt wel een eerste toepassing op het moment dat je minimaal 9 zitters hebt. Ja. Om een nieuwe vorm van mobiliteit te gaan aanbieden aan onze klanten. Ja, grappig. En merk je dan, het is dus nog wat verder weg, zeg maar. Want je zegt die grote toestellen gaan we niet vervangen. Nee. Dat denk ik ook, die vraag krijg ik natuurlijk ook heel vaak van wanneer gaan we nou op vakantie, dat soort dingen, weet je wel. Maar merk je dan als het wat verder weg is dat je dan ook veel weerstand hebt of dat je mensen moet overtuigen of dat mensen denken ja kom maar terug als het geregeld is? Ja, maar dat is natuurlijk het hele eieren eten met elke innovatie. Dat maakt niet uit waar je het over hebt. Dat duurt altijd lang en daar moet je tegen kunnen. Dat mensen die zich met innovatie bezighouden weten dat. Het vraagt om een gedragsverandering, het vraagt om andere verdienmodellen voor Transavia. Dus ja, daar gaan we al een aantal jaren overheen. Ja. Maar ja.
we zien allemaal de voordelen ervan. We zien de noodzaak ervoor. Dus je moet wel nu beginnen. Ja, precies. Als we nu niet beginnen, dan hebben we het over 5 jaar zeker niet. Ja, dat vind ik ook. Ik weet het te vroeg zijn dan te laat of op tijd. Alright. We gaan een beetje op 1000 voet vliegen. Want het is erg mistig. Maar het is goed te doen. Wel een geweldige view over, prachtig, over de rivier. Ja, het wordt alleen maar mooier. Ja, dit is zo, ontzettend mooi. Ik had het laatst ook met iemand. Sprookjesachtig. Wow. Even kijken, Nico. De eerste keer dat ik bij jullie op kantoor kwam bij Transavia, dat was een jaartje geleden. En toen begon ik mijn presentatie dat wij voor een stil en schoon luchtruim zijn. En waarin iedereen kan en wil vliegen zonder vliegschaamte. En eigenlijk werd mij meteen gezegd van wil je dat woord eigenlijk niet meer gebruiken. Hoe staat het daar nu mee? Ja, kijk, vliegschaamte bestaat natuurlijk. Hè? Maar wat wij natuurlijk bij Transavia zien is dat gewoon iedereen wil vliegen. Mensen willen op vakantie, mensen willen andere culturen ontdekken. Mensen willen samen zijn, die willen bij familie op bezoek. Dus wij zien echt een blijvende vraag en zelfs een toenemende vraag om gewoon te vliegen. Ja, er gaat meer gevlogen worden, denk ja, je? Ja, dat gaat zeker. Zeker na corona wilden mensen echt weer vliegen. En dan zag je ook dat de vakantievluchten als eerste natuurlijk weer toenamen. Maar wij willen die mensen een goede reis bieden. Hè? Dat is natuurlijk ons motto. En een goede reis betekent ook dat je wil vliegen met iemand die beseft dat duurzaamheid belangrijk is. En daar ook alles aan doet. Op de korte termijn, maar ook op de langere termijn. En zo praten wij liever over vliegen. Hè? Dus vandaar dat we vliegschaamte niet het goede begrip vinden. Omdat mensen dat gewoon willen. Ja. Dat zien we gewoon aan de cijfers. Mensen willen vliegen. En wij moeten ze zo goed mogelijk een reis geven. En daar hoort ook innovatie voor duurzaamheid bij. Ah, ik krijg ook wel eens die vraag. Ik heb het laatst ook bij een groep studenten. Zei ik van, nou, wie heeft er last van vliegschaamte? Zei ze, ja, hoe kan je nou last hebben van iets waar je voor schaamt, waar je niks aan kan doen? En ja, dat is natuurlijk wel een terechte vraag. Nou, je kan bijvoorbeeld niet vliegen. Ja. Maar ja, het is natuurlijk wel zonde dat de generatie voor ons gewoon schaamteloos kon vliegen. Dat door de toename daarvan en het niet ingrijpen of niet op tijd ingrijpen, we dan een complete generatie die een belevenis ontnemen. Ja, nou ja, ja. Een totale generatie en ook andere landen. Hè. We zijn natuurlijk ook in verder weggelegen landen, mensen die nog nooit gevlogen hebben, die kun je het ook niet ontzeggen. Dus ook mensen dat. Zullen blijven vliegen, alleen het is onze taak om dat op een zo goed mogelijke manier te gaan organiseren. Dat is onze verantwoordelijkheid die wij moeten nemen. Ja. Jullie CEO vertelde laatst dat de hele oude Transavia vloot wordt vervangen door modernere, stillere en schonere vliegtuigen. Ja, dat is natuurlijk de allergrootste bijdrage die wij op korte termijn aan duurzame vliegen gaan leveren. Pak even een steile bocht, kunnen we hebben? Ja, kunnen we hebben. Dus dat is echt mega. Want ja, je moet die vliegtuigen, we hebben er een stuk of 44, die worden allemaal vervangen. Dat is een buitengewoon grote investering natuurlijk. Dat is ook een investering die je voor tientallen jaren doet. En daarbij is het ontzettend belangrijk dat Transavia nu echt gekozen heeft voor de nieuwste generatie. En het type heeft gekozen wat het meest zuinig is, dus de minste uitstoot heeft. En ook het minste geluid produceert. Dus dat bij de keuze van het toestel eigenlijk de belangrijkste variabelen zijn geweest. En dat is de grote bijdrage op de korte termijn aan duurzaamheid. Oké, okay. Nou, deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Transavia. Je hoort het al. Ja, ja. Zover een reclamepraatje. Ik spreek ook wel een reclamespotje in. Maar schiet het nou echt op dan? Dat werk je niet? Want ja, je bent iets aan het vervangen. Het grootste deel is nog niet zo. Er is een groepje bezig met elektrisch vliegen, maar... Nee, kijk, die vloot wordt op dit moment vervangen. Hè? Dus dat is de eerste nieuwe Airbus wordt aan het eind van dit jaar ingefaseerd. En zo zal dat de komende jaren doorgaan. Dus daar zit de hoofdmoot. Voor de rest hebben wij het voortouw genomen bij het bijmengen van SAF. Hè? Dus dat is biologische kerosine. Ja. Wat dus veel duurzamer is, simpel gezegd, dan de reguliere kerosine. Ja. Dat is nog hele kleine aantallen, want die SAF die is nog nauwelijks beschikbaar. En is ook duur. Maar toch zijn we daarmee begonnen. En elk jaar zal er meer SAF bijgemengd gaan worden. Zodat we op termijn een deel van onze kerosine door SAF vervangen. Ja, en verder heb je natuurlijk de
ja, verbetering in de operatie. Hè, dus elektrisch taxi op Schiphol. Ja. Ontzettend belangrijk aandachtsgebied is het gewicht van het vliegtuig. Dus hoe minder gewicht, hoe minder uitstoot van schadelijke gassen. Ja. Dus overal waar gewichtsbesparing mogelijk is aan boord, wordt dat doorgevoerd. En ja, afval, hè, minder afval aan boord. Ja. Dat is natuurlijk een duidelijke bijdrage. Dat zijn kleine stapjes. Hè? Dat laten we ook niet... Is het genoeg? Dat is de vraag. Nee, het is zeker niet genoeg. Okay. En daarom kijken we ook naar de langere termijn. Op de langere termijn zijn er een aantal oplossingsrichtingen. Nou, dat is allereerst SAF, biologische kerosine, maar ook synthetische kerosine. Het is dus mogelijk om CO2 uit de lucht te halen. Met water en energie aan toe te voegen om tot biologische of synthetische kerosine te komen. Dat is allemaal, kost ontzettend veel energie op dit moment nog. Ja. En daar gaat heel veel ontwikkeling en innovatie hier naartoe. Andere is vliegen op waterstof. Oh ja, hoe staat het daarmee? Want daar hoor je echt de laatste tijd met name heel veel over. Ik heb het idee dat het vooral een subsidieding is en dat ja, daarom mensen erop duiken. Maar hoe kijken jullie daarnaar? Nou, het is in ieder geval iets wat we heel goed in de gaten houden, om een aantal redenen. De potentie van waterstofvliegen is dat het afstanden kan halen van zo rond de 2000 kilometer. Ja. Nou, dat is eigenlijk een gemiddelde afstand van een Transavia vliegtuig. Dus dat zou heel goed bij onze operatie passen. Ja. Nou, dan zien we ook nog eens een keer dat hele waterstof-ecosysteem heel erg rondom Rotterdam geconcentreerd is. Okay. Nee, want daar zit natuurlijk Shell, daar zitten de haven. Die hebben allemaal belangen bij een waterstof-ecosysteem. En ja, toevallig is Rotterdam het vliegveld waar wij heel veel vandaan vliegen. Ja. Dus dat past heel goed bij elkaar. Dus vandaar ook dat we zeker kijken naar waterstofvliegtuigen. Vliegen hebben we nog niks mee gedaan. Maar qua model lijkt dat wel te passen. Ja. Aan de andere kant, waterstof heeft natuurlijk ook... Ja, het is een heel complexe infrastructuur nodig om dat aan boord te krijgen. En daarnaast is het verlies aan efficiëntie, aan energie-efficiëntie, van zeg maar de duurzaam gegenereerde energie totdat het in het vliegtuig de energie produceert. Er gaat ontzettend veel energie verloren. Ja. Dus dat is heel inefficiënt. Dus het is maar de vraag of waterstof voor mobiliteit de oplossing gaat worden. Ja. Maar het zou ook zeker ook één van die oplossingen kunnen zijn. Naast dus de SAF, de Sustainable Aviation Fuel. Ja, de derde is natuurlijk elektrisch vliegen. Kijk. En dat is het onderwerp van vandaag volgens mij. Zeker, ja. Ja, wat gaat volgens jou elektrisch vliegen nou echt veranderen in de vliegwereld? Nou, elektrisch vliegen, het gaat een ander model teweeg brengen. Het is geen vervanging van wat we nu aan het doen zijn. Het model gaat anders worden. Er wordt een nieuwe vorm van mobiliteit aan de bestaande luchtvaart toegevoegd. Wat betekent dat? Ik hoor dat zo vaak. Een nieuwe vorm van mobiliteit. Wat betekent dat? Dat betekent... Goedemorgen, hier de Papa Hotel. Kijk, je hebt wereldwijd het Hub-and-Spoke model. Hub-and-Spoke? Ja, wat KLM doet. KLM die verzamelt daar heel Europa mensen die ze naar Schiphol brengen met kleinere vliegtuigen. Dat zijn de 200 passagiers vliegtuigen, zullen we maar zeggen. En daar vandaan gaan ze in grotere vliegtuigen de oceaan over naar bijvoorbeeld New York. Ja, dus je hebt tussen de grote hubs Amsterdam en New York heb je de grote vliegtuigen. En dan heb je wat je kan noemen de spokes of fijndistributie met kleinere vliegtuigen over Europa. Dat is het wereldwijde hub en spoke model. Datzelfde model kun je ook een schaaltje kleiner bezien. Dan heb je het regionale hub en spoke model. Nou, als voorbeeld Amsterdam. Athene, we hebben een wat groter vliegtuig, dat zijn onze gewoon standaard Transavia vliegtuigen. En dan na Athene kun je dus de fijndistributie naar de kleinere eilanden doen met een elektrisch vliegtuig. Okay. Nou, wat levert dat nou als voordeel op voor ons en voor de maatschappij? Dan heb je minder afstand af te leggen met je kerosinevliegtuig, ja. Dus je hebt minder uitstoot. En voor de passagier betekent dat hij eigenlijk een veel flexibelere mogelijkheid heeft om zijn eindbestemming te halen. Want nu vliegen wij bijvoorbeeld maar één keer per week naar een klein eiland. In dit model kun je eigenlijk elke dag als passagier dat eiland bereiken. Het nadeel is, hij moet een keer overstappen. En dat is eigenlijk niet een prettig woord in de luchtvaart. Ja, maar als het geen uitstoot en stiller is, dan is overstappen natuurlijk ook een...
en minder bezwaar. En we praten over innovatie. Als er dan ook ergens een verbetering plaats zou kunnen vinden, is het een hele stop-over model. Want ja, ik maak al de vergelijking met OV. Als ik vanuit Amsterdam-Oost, waar ik woon, naar Schiphol moet, moet ik 3 keer overstappen. Dan ga ik eerst met de stadsbus, dan ga ik naar de metro en dan neem ik nog een stukje de trein. Ja. Het gaat allemaal vlekkeloos. Ja. Dus ja, zo zal het niet worden in de luchtvaart. Maar daar is ook wel wat innovatie mogelijk. Oké, okay. Helder. Wat heeft jou persoonlijk eigenlijk geïnspireerd om je te verdiepen in elektrisch vliegen of duurzame luchtvaart? Nou, ja, uiteraard het goede. Je wil bijdragen aan de wereld en dus minder uitstoot en vliegen voor iedereen bereikbaar houden. Dat is het goede doen. Maar het past een beetje in wat ik eigenlijk mijn hele carrière heb gedaan. Ik ben wat ouder, hè, dus ik heb al een carrière. Ja, je zou niet zeggen. Nee, zeker niet. Ik heb er al 30 jaar op zitten. En eigenlijk heb ik me daar de 3 grote innovaties bezig gehouden. In de jaren 90 met autonavigatie. Hè, dus toen, ik werkte toen voor Blauwpoek, die had het eerste autonavigatiesysteem. En dat verving de landkaarten. Ja. Daarna, in 2000, ging ik over naar videoconferencing. Toen zei ik van ja, je hoeft helemaal niet te vliegen. Je kan gewoon gaan videoconferencen. En nu met elektrisch vliegen. En overeenkomst tussen de innovaties is, dat gewoon, hoe logisch het ook is dat je dat gaat gebruiken, het altijd 10 jaar tot meer duurt voordat het aangeslagen is. Ja. Hoe komt dat? Omdat het een gedragsverandering vraagt van mensen. En een gedragsverandering is gewoon, dat kost gewoon tijd. Mensen willen niet veranderen. Mensen willen over het algemeen, ja, hebben moeite met veranderingen. Ja. Je hebt altijd een groep voorlopers natuurlijk die dat leuk vindt. De innovators, de early adapters. Ja. Maar voordat het bij de massa is, nou, bij autonavigatie heeft dat 10 jaar geduurd. En totdat TomTom een keer op de markt kwam en die een hele gebruikersvriendelijke systeem had. Bij videoconferencing hebben we een hele grote crisis nodig gehad, hè? Corona. Hè? Ja. Sinds corona is videoconferencing gemeengoed. Ja, en bij elektrisch vliegen zal het ook heel lang gaan duren voordat het echt gemeengoed is geworden. Ja, precies. Nou, en dat is fascinerend om van het begin af aan bij zo'n innovatie betrokken te zijn. Ja, want ik vergelijk de vliegenindustrie, elektrische vliegenindustrie, nu met waar elektrische auto's 10 jaar geleden waren. Ben je het daarmee eens? Of? Ja, qua techniek wel. Hè. Dus dat, ik snap die vergelijking. Ja. Maar ik vind het veel interessanter. Kijk, bij elektrisch rijden was het overtuigen van de consument. Dat hij in plaats van een normale auto een elektrische auto moest kopen. Maar het model veranderde niet. Nee. Je moest iets langer tanken of opladen. Maar bij vliegen gaat het veel meer elektrisch vliegen. Is het veel meer zaak van, hé, dit is anders. Gaat dit iets toevoegen aan de bestaande vormen van mobiliteit? Ja. Dus dat hub en spoke model wat ik net zei. Of meer aansluiten tussen treinen en elektrisch vliegtuigen. Ja. En dat soort zaken. Ja, gaat dat van de grond komen? Wat betekent dat? En hoe lang gaat het duren? En dat is veel spannender bij elektrisch vliegen in vergelijking met elektrische auto's. Oké, we gaan weer terug naar het veld. Ik heb nog een aantal vragen. Wat hoop je nou dan persoonlijk te bereiken in de komende jaren bij Transavia met elektrisch vliegen? Nou ja, wat ik dus persoonlijk wil bereiken, dan dat ik nog voor mijn pensioen een keer met Transavia naar een hub in Zuid-Europa vlieg en dan de overstap maak naar een elektrisch vliegtuig naar een zonnig eiland in de Middellandse Zee. Dat dus lijkt me geweldig. Een combi-ticket? Een combi-ticket, ja. En voor je pensioen? Dan heb je nog 25 jaar. Daar heb ik nog 6 jaar voor, dus dat is ruim de tijd okay. om dit mogelijk te maken. Oké. Okay. Are you departing soon? Oké, we gaan even de landing inzetten. Hey, ik heb wel eens last als ik op verjaardag ben en zeg dat ik iets met de luchtvaart doe. Dan zeggen ze, dan beginnen ze allemaal over vliegschaamte. Vroeger was luchtvaart cool, zeker als je piloot was. Hoe zit jij eigenlijk bij verjaardagen? Ja, dat is altijd leuk. Want ik kan redelijk enthousiast vertellen over de mogelijkheden van elektrisch vliegen. En wat dat gaat bijdragen. En dat dat nu al bestaat. En dat is eigenlijk een eye-opener voor heel veel mensen. Oké. Okay. Dus de gesprekken zijn bij jou heel positief. Die zijn echt positief. En dan zeg ik ook van ja, ik heb het al gedaan. Mijn zoon heeft het gedaan. Je kan het zelf ook gaan doen. Dan zeg ik, ga een keer naar Teugen toe. Dan kun je gewoon een vlucht boeken. En dan denken mensen, oh wauw, is het al zover. Ja. En natuurlijk leg je uit dat het nu nog een tweezitter is. Dat we hopelijk over 5 jaar een 9-zitter hebben. En dat we over 10 jaar 19 tot 30 zitters hebben. En dat het dan echt geïntegreerd gaat worden in de commerciële luchtvaart. Top. Dus je kunt je nog vertonen op verjaardagen.
Ik word vaker uitgenodigd tegenwoordig. Voor entertainment. Boy, leuk man. Ik vond het leuk. We gaan de landing inzetten. Ja. Ik ga je alvast bedanken. Ik vond het echt superleuk. Ik ook. Ook uitdagend moet ik zeggen. Vliegen en vragen stellen en luisteren. Maar het was wel een prachtige vlucht. Dus dankjewel voor de eerste keer. Jij zeker bedankt. En, ging goed hoor. Dankjewel man. Vond ik ook. Hartstikke leuk. Papa Fox, steering to final 26, full stop. Kijk eens mooi met die parachutjes daar. Oh ja. Het is toch echt het allermooiste wat er is, hè, vlieg. En we hebben gewoon geen, helemaal niets uitgestoten en we zijn niemand tot last geweest. Papa Tango, turning final 26. Klappen ze nog met Transavia voor landingen? Klopt wel. Maar was je een beetje zen tijdens de vlucht? Ja, je wordt hier helemaal zen van. Het is stil, het is mooi, de omgeving is mooi, je bent niet te last. Het is fantastisch. Ja, vliegen is al magisch en elektrisch vliegen maakt het alleen maar mooier. Kijk, je moet gewoon ambassadeur worden. Maar daar ben je al. Dankjewel. We wachten even op de oude luchtvaart, kom nog even voorbij en dan taxi weer terug naar IDEC. Yo, soms heb je van die momenten in innovaties dat je denkt van ja oké, dit is echt een key turning moment. Nou ja, een van die momenten is natuurlijk dit vliegtuig. Maar wat denk je nou dat de eerstvolgende wordt? Nou kijk, de range van die vliegtuigen die gaat toenemen. Hè? Dus die is in het begin zal die zo rond de 500 kilometer zijn. Maar als die 750 kilometer is, dan kun je dus met één stop over 1500 kilometer afleggen. Nou, dan ben je aan de Middellandse Zee. Ja. Dus dat is een heel vaak wordt gezegd, ja, de afstanden zijn te klein. Om elektrisch vliegen echt succesvol te gaan maken. Ja. Maar één stop over, één keer bijladen van een uurtje. Ja. Dan zit je aan de Middellandse Zee volledig elektrisch gevlogen. En dan heb je het ergens over. En dan zegt iedereen, ja, dat is niet point-to-point. Als iets van de elektrische auto's ons heeft geleerd, is dat mensen dat er voor over hebben. Ja. Extra laadtijd, kopje koffie bij een tankstation op vakantie. Mensen hebben echt wel wat over voor duurzaamheid. Ja, het ligt, ik denk dat het helemaal waar is wat je zegt, het ligt er ook echt gewoon helemaal aan waar je begint. Ik merk dat met onze studenten ook. Ja, die vinden het heel normaal om te laden en dus te wachten tussen hun lessen. Ja. Dus bij een andere vliegschool kunnen ze meteen door of eventjes die brief in gaan. Maar bij ons zit daar iets meer rust in. Dus misschien komen we weer terug op dat zen-thema. Ja. Die zijn ook wat meer zen, maar vooral omdat ze het gewend zijn, weet je. En dat is niet meteen natuurlijk de enorme massa. Maar ik weet zeker dat er een aantal voorlopers zijn die nu misschien niet meer vliegen. Dan wel die optie willen om het één stop over toch naar die Middellandse Zee. Ik vind dat combi-ticket over 6 jaar die jij gaat boeken. Ja. Dat is denk ik echt wel een iets waar je heel veel mensen mee over de streep haalt. Ja, ja. Ja, dat is echt een toevoeging. En, ja. Ja. Kijk, we worden onthaald door allemaal spotters. Ja. Kijk eens. 35% hebben we nog over. Hey, goed man, dankjewel. Precies, dankjewel. Ja, ik vond het superleuk. Ja, ik ook. Nou ja, misschien wel tot de volgende keer. Door de serie. Ja, ja.